Wat? Ik ga niet voor jou ergens anders leven. Ik versta je niet, we praten over alles. Ga boven je kussen praten, ik hoor je niet. Reken? En zij is met rekenen. Je weet dat ik druk ben. Ja? Daar moet je maar mee leven. Oké, je weet dat je rustig bent en daar moet je maar mee leven. Ja, je doet nu wel expres uit wijn, Wil. Yep. Dat is wel. Yep. Ja, jij denkt alleen maar aan jezelf, aan je tanden zien en zo. Nee. Maar waarom ga je nou iedere keer mijn vriendinnen en zo erbij halen? Nou, omdat je nou eenmaal weet dat ik zo ben. Ja, maar daar moet je ook een keer mee stoppen, hè? Ja, jij doet het toch niet alleen aan maat, denk ik. Dat doe ik ook niet. Dat doe ik helemaal niet. Nou, bewijs het dan een keertje. En dat heb ik al zo vaak bewezen. Ja, maar jij bent ook heel anders dan ik, hè? Jij merkt helemaal niks van mij. Waarom moet ik dan bewijzen dat je de hele dag niks met Chloe hebt te maken als je thuis bent? Wat ik in ieder geval bij mij in de buurt heb. Ben het dat jij dat niet daar voelt? Gast, jij bent niet eens op mijn school, dan ben je sowieso niet in mijn... Als je thuis bent of bij mij in de buurt? Dan praat ik alleen maar met Chloe via WhatsApp en dat is niet... Iets met Chloe doen of zo? Ja, maar dat denk je meer dan haar. Nee, dat denk ik niet. Ik denk ook aan eten en aan eten en aan drinken en aan slapen. Oeh, toen was je gedist. Nee, want weet je, ik hoorde niet eens wat je zei. Oké, ik denk aan eten en ik denk niet alleen aan mijn vriendin. Ik denk ook aan eten, 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 slapen, drinken, drinken, slapen, feesten. Ja, maar kijk, je denkt dus wel aan je vriendin. Oh! Nee, ik zeg, ik denk niet alleen maar. Jij zegt, ik denk alleen maar aan mijn vriendin en aan mezelf. Nee, ik denk ook aan eten en drinken, slapen, feesten. Oeh, toen was je rebounded. Ja, je denkt bla 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 bla, dat is het niet. Dat is niet praat, dat is een beetje blaren in de lucht. Je bent echt dom, hè? Het detailed, wat de fuck is dat? Stenen. Wat denk jij te lullen? Iets met stenen en detailed? Ja, je bent gedist op het detail van het puntje van het steentje. Welk steentje? Steen in de buurt. Ja, echt niet. Echt wel. Dat is beton. Kom kijken dan. Dit is toch een steen? Nee, ik ben lui. Ik weet niet wat dit is hoor, maar dit is toch een steen? Ik zweer jou echt man. Misschien is dat wel een kiezel of een keis of een Dit is toch een steen? Nee, dat is een kleiblok. Kijk, hoor. Nee, niet verder. Kleiblok. Kleiblok. Succes. Jij mag betalen hoor. Ik heb bewijs dat jij bent. Want kijk, ik zie jou daar al. Ja, Jamie, ja, kom dan hè. Bewijs je dan dat je dat hebt gedaan. Bluff dat je nog één keer doet. Oké, man. Ik heb nu bewijs hè. Maar mama die kijkt jouw vlogs niet. Nee, maar ik kan het wel zo aan mama laten zien. Ja, maar kijk, je ziet nog niks. Ik weet niet wat je Nee, wijst. Omdat jij schil bent. Nee, want kijk. Nee, wel, doe een schele kop, dan ben je schil. Yo, kijk, dat loop je, man. Je hebt alleen een kant van mijn kop. Oké, leuk voor je. Oh, wacht, ik weet wel, ze is een Yoda. Yoda had een zwart haar. En niet ook een blonde? Nee. Expres werk. Ik geloof dat ik het ook verder. Dus het kan zijn dat zij het
Nee, want Chloe is bruin. Heeft bruinig haar. Jij weet helemaal niks about it. Kijk, dat is mijn lamp. Oké, mensen, jullie hebben gezien hoe een ruzie tussen mij en mijn broertje is. Het is meer een discontest eigenlijk. We proberen elkaar vet hard te dissen. En ja, een beetje ruzie zit er ook wel een beetje tussen. Jullie weten, jullie hebben meegemaakt hoe het nu is. Dit is echt een fucking discontest. Maar het is wel grappig aan de ene kant. En ja, ik zie jullie nog een keer alweer bij een nieuwe vlog. Ik hoop dat ik meer van deze vlogs kan maken. Abonneer dan even op mij, doe dan even een blauw duimpje omhoog en dan zie ik je de volgende keer. Later. En het is weer een vlog in mijn kamer. Kijk, hier is die lamp zoals vroeger. En yo, peace. Au, later.